toch? Of niet? Corona! Ja. Zullen we starten? Is iedereen ready? Oké, let's go! Oh, ik ben benieuwd. Oké, we beginnen niet als een imposter deze keer. Oh. Oké, eens kijken. Ik heb van de vorige keer geleerd dat ik iets meer moet vertellen. Ik zag rood net langslopen. En daar hebben we groen en roze. En volgens mij stond er nog iemand achter roze. Maar dat kon ik niet goed zien. Hé, hey, een dead body. Zo, snel. Dat is vlug. Waar lag je? Bij navigations, rechts van O2, dat is navigations, toch? Ja. En ik heb niet opgelet of er iemand langs is gelopen, heel eerlijk gezegd. Er zijn echt zoveel mensen van weapons en navigation gegaan en weer naar beneden. Klopt. Ik helemaal in het begin ook. Ik en Aaron in ieder geval niet. Nee, ik stond met Dave eerst boven bij weapons. En toen ik naar beneden, toen kwam er echt de helft of zo. Dus ik weet niet wie allemaal. Milan, waar was jij? Ik ben daar ook gelopen. Volgens mij was Babushka daar ook. Ja, en daarna kwam ik inderdaad naar admin toe. En toen heb ik de card swipe daar gedaan. Ik weet dat inderdaad Celine daar stond, maar er stond nog iemand in jou, maar ik kon niet zien wie dat was. Was dat Aaron? Was dat? Oh, oké. Ja. En toen... Ja. En toen ben ik naar storage gelopen om... wat heb ik de garbage disposal daarvoor of daarna gedaan? Ik heb in ieder geval daar ook de garbage disposal gedaan, net als in de cafetaria. En toen ben ik naar storage gelopen, toen ging de toeter af, zeg maar. Ja, ik heb van een aantal mensen heb ik het gehoord en van een aantal niet, maar ik denk niet dat ik er echt ga uitkomen. Nee, ik vind het ook een beetje moeilijk. Ik heb echt geen idee. Skip je dan? Ergens te plaatsen. Ja, nog even skippen en dan wachten we even op de volgende lichaam. Ik heb echt geen idee wie het is, jongens. Munball, help! Wie is het? Nou, godsamme. Hey, dat is echt niet leuk. Geen bodies hier? Nee. Oh, oké, ik mag door. Waarom zou iemand dat doen? Daar hebben we Babushka weer. Als er hier ergens een body ligt. Nee, want daar was Sponge. Oké. En daar hebben we Aaron. Die gaat mij zo killen. Let maar op. Valt me mee. Oh nee, dat had ik echt niet verwacht. Die heeft de eerste kill ook gemaakt, dat kan niet anders. Ik dacht al, wat sta jij daar stil? Wat? Ik zag bij Boeska, zag ik Fente. Oh. Ja, wat fucked up. Ik zag het in Hé, maar ze is er wel bij, dat is wel nice. Uit, samen met Aaron en nog iemand. Ik was daar ook. Shaylin? Ja. Oh, dan hoor ik de verkeerde. Ik zit naar de namen te kijken, sorry. Ja. Ik weet niet iedereen stem. Sponge was er ook. Oh, oké. Okay. Ja. Ik heb alleen Aaron gezien. Jou, ik weet niet. Misschien dat was toen al het handdingetje voor. Ja, jullie stonden naar boven en niemand stond beneden. Oh, oké. Okay. Maar er zijn wel. Ik heb het koud. Ja, maar als. Als Chillin Sponge zag venten, dan kan je toch gewoon stemmen? Ja, dat laat ik net zeggen. Babushka, niet Sponge. Babushka. Niet een concept als liegen of zo. Hey, Steve. Oh, hey, als je kijkt dat ik. Waar was? Nee. Oh ja, je bent dood. Oké. Ik had de panel voor Aaron en Sponge. Wie heeft jou gekillt dan, Steve? Ik had het handje boven, dus liep ik naar beneden. Oh. Maar daardoor konden ze me niet zien. Gok ik. Aaron? Maar waar zag je de Fente? Whisky? Nee, niet whisky. Het is whisky en Babushka. Waar was je nu? Nee, Babushka. Was iemand die bij Babushka was? Weten we zeker?
Nee, ik was met... Ik dacht dat iemand dat je zei, dat kan iemand zoals bij me. Wat kut zeg. Ik heb een boosje bij die reactor gezien. Oh shit. Geluid moet harder. Dat wilde ik weten. Ja. Nee, maar dit schutje zich niet zo wat je mouw. Wat? Ja, voor mij is het wel duidelijk, maar... Ja? Die die gaan doen. Ja, dit is chillin. Waarom wacht hij er zo lang mee? Waarom gaat Aaron? Nee. I don't know. Wat? Oh, gelukkig. What? Gelukkig. Waar zijn jullie? Gelukkig. Het was nou toch degene die het gereport had? Nee, ik zeg net. Het is chillin. Ja, ik deed hetzelfde als jij. Aaron zit er echt compleet naast. Dan heb ik ze allemaal gedaan, hè? Ja, ik heb ze nu allemaal gedaan. Er zit iemand echt in de mic te lachen. Oh, hier ligt Aaron. Ik heb Aaron gevonden in de gang bij de naast de camera's. En de reactor daartussenin. Waar? Hij lag toch in de zo, reactor? Tussen, in die gang tussen de reactor en de camera's. Huh? Nee. Wat? Ja, hoe kan dat? Wat? Maar heeft de hele tijd gestaan? Wat? Ja. Wat? Ja. Wat zeg jij nou? Wat zeg je nou? Ja, daar loop ik constant langs. Ik heb elke keer die licht uitgedaan. Dan sta ik constant bij de admin, bij die camera's te kijken. Dan lag je helemaal niet. Ja, dan heb je iets niet gezien. Ja, dan moet nee, maar hij lag daar niet. Hij lag in de reactor. Dat zou kunnen, of jij hebt het gedaan. Ik weet het niet. Jij hebt gewoon weer langslopen en hij lachte. Echt, Selim is gewoon niet verdachte. Dat is fucking ja, het was heftig. Wel een beetje opvallend, want toen de deur bij mij dichtging, toen liep Celine daar langs. Oeh. Waar langs? Bij Electrical. Ik ben in Electrical geweest, want die lichten gingen uit en daarna waren ze al gefixt. Nee, ietsje daarvoor, de eerste keer dat de lichten uitgingen. Toen was ik met Sponge binnen. Maar, volgens mij is iedereen bijna klaar met zijn taken, toch? Ja. Ja, wat als die nou weer even afmaken in plaats van iemand eruit gaan stemmen? Ja, dat kan ook. Is goed. Is ook goed. Ja. Oh, ik wil zeggen dat hij het verneukt had. We gaan winnen, denk ik. We gaan winnen. De tas zijn bijna klaar. We gaan winnen. Het is Jalen. Dit is... Hè? Zo, nee, helemaal niet. Dit is fucking dom. Ik zat bij Celine, die was de taak aan het doen en het balkje ging omhoog. En Jalen, en die had mij gewoon de kans om mij te vermoorden, denk ik tenminste. Of de timing staat niet lang genoeg. En ik zou ja, hij stond inderdaad onder mij te kijken, inderdaad. Ik heb jou helemaal niet gezien, Luc. Nee, maar dat hoeft ook niet. Nee, hij was hij verneukt hem gewoon helemaal. Nee, ik was het niet. Oké. Okay. Yeah. Ja, ik denk van wel. Nee, dat meen je niet. Ik heb een goede zus. jongen. What the fuck, wat? Ja, echt. Ik zag jou kijken. Ik zag jou kijken. Ik denk, ja, kut. Een balkje gaat zo meteen niet voorbij. En ja, maar die ging dus wel voorbij. Ja, wel. En ik dacht, oké, ik wacht met weglopen totdat hij voorbij gaat. En op het moment dat hij dus verder ging, liep ik weg. Ging ik mooi en houd ik jou. Het is een hele korte task waar je bij stond. Dus als je daar te lang stond, ja, dan was je ook fuck geweest. Ja, dus ik was zo blij dat die balk voorbij ging. Maar dat je die deur dicht deed, was echt kut. De wapens. What the fuck is dit nou weer? Wat? Ik haat hun. Ze hebben fucking goed gespeeld. Want er liggen hier nu twee bodies. Dit is fucking goed gespeeld. En iedereen gaat nu ook die kant op? Wauw. Heeft er iemand echt lol? Steven heeft er echt lol. Oh.
Oh, nog een keer. Wat? Nee, dat meen je niet. Man, ik zat midden in mijn skin. What the fuck? Oh, holy fuck. Je hebt het niet gezien. Er zijn al 4 mensen dood. Holy damn. Wacht, dus een, moet er nou nog maar 1 iemand gekild worden en dan... Ja. Ja, nee, 1. Toch? Wow, ja, nee, er is geen stemming geweest. Dus een... Er zijn nog 2 imposters over, dus als er 2 crewmates en 2 imposters zijn, dan winnen de imposters automatisch. Ja. En we hebben nog geen uitgestemd. Dit is de eerste meeting, toch? Ja, dat is de eerste meeting, ja. Ja. Iemand enig idee? Ik ben voor de meeste tijd in de reactor geweest alleen, dus nee. Dit potje is echt zo heftig. Chillin. Wat? Waar heb je het lichaam gevonden? Laten we daar een keer beginnen. Dat zeg ik net, bij Electrical. Alle 2? Ja, alle 2. En ik hoorde net van 2 jongens dat ze alle 2 in Electrical wouden toen de deur dichtging. Ja, precies. Ja, maar toen lag er niks. Nee, ik kwam naar binnen te gaan, toen ging de deur dicht en toen ging die reactor weer af. Dus toen moesten ze terug naar die reactor toe. Tje, dan heb je zo'n... Ik weet niet. Klinkt... bijzonder. Wat zeggen dat? Wie waren dat die in Electrical waren in de deur die gingen? Aaron en Luke? Of nee, Sander? Ik ken Sander. Oh. Ja. Ik kan ook. Wie gaan we? Oh. Okay. Zonne gaat er nu uit! Wauw, ben ik er nu... Oh, wat? Word je er maar eerst uitgegooid? Ik had het arm ook gewoon helemaal niet in de gaten. Oh, wauw. Oh, dus meteen 2 heerlijke potjes achter elkaar. What the fuck gebeurt hier? Nu hebben ze nog een kans. Ja. Maar jullie play was fucking goed. Ik zag Luke in de vent jumpen. Ja, ik ook. Chillen en ik konden alle 2 en we zagen Luke in de vent jumpen. En Sander was ook al in post, anders waren we nu verloren. Yep. Luke, het zijn Babushka en Chillen. Wat? Luke. Wat? Het zijn Babushka en Chillen. Nee, Aaron. Aaron okay. Is echt zo'n Aaron. Wat is dit? Aaron, kan je rekenen? Op het laatste moment... Kan je rekenen? Op het laatste moment stemt Babushka Sander eruit. Oh my fuck. Jelin, die backt Babushka nou op. Dat is toch even... Dat is inderdaad wel vreemd. Wie doen we eerst, Aaron? Babushka, doe Babushka. Is goed. Nee. Ik ben teleurgesteld in hem. Oh my fucking god. Nee. Nee, dat is niet gelijk. My lord. Dit is echt zo'n heftig potje. Oh. Oh shit. Wat nou, ik ben hem. Ja, echt hè. Aaron, het is Jalen. Sowieso. Helemaal niet. Nee, ga voor Luke. Luke zag ik echt venten. Dat is compleet verzonnen. Jullie vergeten met z'n 2 gewoon mij te beschuldigen. Dit is echt 50-50. Aaron, ga voor Luke. Kom op, laat me niet in de steek. Ik heb geen reden voor een van jullie beiden te gaan. Wat zegt je gevoel? Luke. Wat? Goed zo, Aaron. Kom op. Ga ervoor. Ik kan het niet. Jawel, toe! Dat is Jaden, dat is toch overduidelijk. Hun beginnen ik met ze allebei bij te beschuldigen. Maar Bushka was het sowieso, want die... oh nee, dat is nog niet waar. Nee, die is dood. Wat zeg je nou? Hè? Wat? Fuck? Wat? Hè? Dit is ook al verdacht. Oh, ik weet het echt niet. Kut! Shit, dit ging echt... What the fuck?
Dat was echt, serieus een van de vreemdste potjes die ik ooit heb gedaan. Ik en Sander gaan het begin keigoed, we halen het begin weer. Vervolgens, rennen we... vervolgens ga ik poly... Maar we waren bij die rector en ik drukte poly op die vent. Ik zakte echt gewoon door de grond en ik dacht van, kut, hoe ben ik nou zo stom. En toen zei die avond een keer van, nee joh, het is gewoon bij kijken. Ja, ja, is goed, is goed. Zijn we die eruit. Dan is juist om dit spel te doen. Ja. Ja, ik heb het er echt net nog gevraagd. De groen hier vandaan komen. Nee, er is hier niks gebeurd. Oh. Kan snel. Zo, twee mensen. Okay. Ja, ik weet wie het is. Ik heb juist Aaron. Aaron, ik ben in administration en Aaron killed the sponge. Helemaal niet. Met liefde geloof ik dat. Oké. Okay. Ik ook. Je mag mij eruit stemmen, maar als ik het niet ben, dan is Steve niet het. Want ze killt hem, maar ik stond onder Sponge. Dus toen ze Sponge vermoordde, stond ik er nog. En dat had ze niet door, en daarom heeft ze een self-report gedaan. Dus je mag mij eruit stemmen. Ik heb het echt zelf gezien hoor. Gelijk Steve niet eruit stemmen, want ik zweer het je, die is het. Ik vind het nu best wel lastig. Ja, ik ook. Ik had ook al, ik vind het niet lastig. Babushka, op wie heb jij gestemd dan? Ik heb echt heel duidelijk gezien. Aaron, ik ben boos. Oh. Ik ben ook boos. Ik kan voor Aaron. Goeie reden. Oké, ik stem ook op Aaron. Ik ben ook boos. Ja, prima. Ik word ik heb het ook echt gezien, jongens. Maar ik ben toch Stephanie het is. Oh jee. Oké, hier loopt staat Sherlyn. Die zal het wel gewoon niet zijn, denk ik. Eén body zie. Oké, drie dingen hier. Drie tasks. Dat ging snel. Zo jammer dit. Zo jammer dit. Oh, ik vond het heel erg jammer. Nee, inderdaad. Het is toch echt wat ik zag? Hé, ik ben het. Samen met Babushka. Pa 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 pa. Ik ga dat nog niet killen, dan krijg ik misschien de vertrouwen. Ah. Zeg het eens. Electrical. Electrical, oké. Daar ben ik nog niet geweest. Nee. Ik was bij Aaron, maar ik vond dat Aaron me heel erg verdacht aan het stalken was. Ik ben niet in de buurt geweest per se. Dichtstbij was de reactor. En de enige die richting die kant zag lopen was Babushka. Welke kant? Nou, ik denk dat Steve het sowieso niet is, want die heeft alle kans gehad om mij te killen. Ik denk juist wel dat Steven het is, want die stond heel verdacht in navigation stond ze stil. Oké. Ergens een alarm af van sabotage. Ze kan me gebruikt hebben om misschien een soort alibi te creëren. Daar heb je die drie stoelen. Daar heb ik een skill gedaan. Ja, daar heb ik een skill gedaan. Daarom stond ik stil. Duh. Dat is dope. Op een plek waar je geen task kon doen. Dus dat was wel een task, jongen, echt wel. Stond ze niet in een stoel van de muur? Ja, ik was een task aan het doen. Welke task? Ik weet het niet meer. Door de mand. Als ik een imposter was, had ik wel iets bedacht, of niet?
Ik weet het niet. Ik heb nou twee keer een stoel gedaan van dat je het lijntje in het midden naar moet brengen. Die is echt heel erg saai. En ik heb de reactor gefixt. Daar heeft Whisky ook gezien. Oh ja, je Whisky is dood. Dat is heel convenient. Yeah. Yo, maar er waren meerdere mensen daar. Ja, klopt. Daarom was ik ook aan die kant. Want ik was eigenlijk bij die rechterkant. Volgens mij is het gewoon Aaron. Dit is gewoon een zelfrapport, heel duidelijk. En als je nou op mij stemt, dan ben je waarschijnlijk ook... Jaylin stond naast me. Ja, maar je bent wel heel veel dag mij aan de stalken. Oké, sowieso is het Babushka ook. Naast je staan. Wat heb ik jou gestaan? Ja, gewoon. Steve, die zit iedereen te... Zus van Celine, dus op trouw. Zit in het bloed. Even kijken hoe we dat gaan doen. Babushka staat daar. Oké, let's go. We kunnen niemand gaan killen. Waar? Maar ik was net bij Sander en toen zag ik Milan in mijn ogen komen. Dus ik vind Milan wel een beetje verdacht. Waarom ben je mij nou verdacht? Ik heb hem toch gevonden? Ik was bij Sander. En toen liep ik weg. Ik heb hem in Navigation gevonden, Milan achteraan, tegen de muur. Precies een paar seconden daarna gaat Milan reporten. Nou, dan heb je het zelf gedaan. Met een lichaam heeft achtergelaten. Want ik heb jou ook uit Electrical Syndrome. Of dat hij zelf gereport of dat jij een lichaam hebt achtergelaten. Nee, volgens mij staat Jaylin nou bij mij, toch? Ik sta bij security. Ja, ik sta bij security. Zij kwam uit Navigation lopen. In Electrical. Ja, nou dan klinkt het of dat het een zelfreport is of dat jij uit Electrical kan, maar dat Milan dan meteen daar ook naartoe ging en dat je was Ik zat allemaal dingen te zeggen, maar ik was nog gemute. Oh, oeps. Zeker. Milan. Ja, nee, ik zei van, hoe heet het, Jaylin kwam uit Electrical lopen, toen liep ik erin en toen lag je daarachter tegen de muur aan. Ja, dat dus. Nee, het is zelfreport. Ik ga voor Milan, sorry jongens. Ik twijfel. Ik ga voor Jaylin. Milan, of het is Jaylin en Babushka, of het is Milan en Aaron. Ja, heel eerlijk, als ik in posten ben, dan kan ik niet zo goed verhaal opleggen. Ja, ja. Ik twijfel dus niet over Aaron. Deze is lastig. Jullie stemmen op elkaar, hè? Milan en Jaylin. Die stemmen sowieso op elkaar. Ja. Ik moet sowieso Milan. Ik heb niks gedaan. Ik was... Okay. Ja. Ik denk niet dat Milan het is, eerlijk gezegd. Dus ik skip hem nog even. Maar ja, ik hou jullie in mijn achtergrond. Nou. Eigenlijk is de enige die ik niet bedenk, Milan, verdenk, is Milan en Sponge. Die je niet verdenkt. Ja. Dus dat is de rest inderdaad. Dan is het Jaylin, Aaron of ik volgens jou. Ja. Oh. Nice. Oh, echt. Oké. Okay. Prachtig. Het was helemaal niet de bedoeling dat ik die reporter, dat ging helemaal fout. Ik ben heel mooi mijn taakjes aan het doen. Ja, dat is echt iedere imposter. Oké, dit wordt hem. Als we daar met z'n tweeën naartoe gaan, dan komen twee andere mensen. Dan is het gedaan. GG, well played. Het was helemaal niet de bedoeling dat die body gereport werd. Ik drukte er per ongeluk op. Ik wou venten. Ik dacht een. Oh, Jan, dat was zo.